Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn is het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door, ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind maar van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, ook. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel met iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet nog precies hoe dat ging, die omschakeling. Zij de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Gewoon heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, moet je nu weten? Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar ik ga. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6, nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt tof meer. Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, zo, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Zal even kijken dan voor de zekerheid? Misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, wat gaat hij niet doen? Dan ging die opstaan helemaal. Ik dacht, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ging die helemaal voor me staan. Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfussooi. Wat ga je doen dan hier, hoor? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan blozen, Patrick? Ben je aan blozen? Ja, dat ben je teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij aan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, ik kom zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Eigenlijk kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood te worden. Ik word nog ruiger, hè? Kiepers, sorry. Hoe stop je dit dan, Gerin? Zoi. Fucking, waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? Mijn handen voor buiten is kut voor binnen. Moet ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la, hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij praat Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiefens Lai, is ding uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten en midden in het gesprek zo, pakt zo die mandarijn. Hè? Hij blijft me in mijn ogen aankijken en die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord en gaat gewoon weer verder lullen. Kijk Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, ho even, hallo, wat doe je nou hier ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik denk, zo is hier aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel, hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn, hè? Dat is niet concentreren, hè. Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. En deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouwe. Hè? Dan denk ik van, waarom? Gewoon scheid hebben toch? Als kind zijn, gewoon scheid hebben. Zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja. Dus ik heb nog meer. Dat was een interessante som, hoor. Wat ik ook had, is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
Ik wist het ook niet. Ja, man. Het staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet?